Ik ben Lopke en ik heb de workshop Stemacteren gevolgd in Leiden. Ik ben de workshop gaan volgen omdat ik zelf een podcast ga opnemen vanuit mijn werk. Dus het leek mij leerzaam om te kijken wat ik vanuit hier ook daarvoor kan inzetten. Bij Hollandse ontbijtgranen geloven we in een goed begin van de dag. Nou, wat ik heb geleerd, wat ik eigenlijk in mijn werk ook toepas, is wat is de boodschap van wat je over wil brengen? Of misschien meer de intentie, dus dat stuk van kwaliteit. Of van wat wil je nou eigenlijk zeggen? Ik zit zelf ook in het marketing- en communicatievak. En dan is het zo goed om eigenlijk te beseffen van, ja, wat verkoop je nu eigenlijk? Wat me verbaast over de workshop is dat je helemaal niet heel erg nadruk hoeft te leggen op de woorden die je gebruikt. Maar dat je dus echt vanuit je mimiek en je lijf moet werken. Woonidee laat zien hoe simpel het ook leuker kan. Ontdek jouw diepste woonwensen en breng ze tot leven. Geen punt. Ik vond het allerleukst aan de workshop, denk ik, dat ik heel veel geleerd heb. Dat je echt uit je comfortzone komt. Maar ook het animatiegedeelte vond ik super tof om te doen. Ik kon eigenlijk bijna beter vragen, wat vond je niet leuk? Niks. Zo, weer wennen. De workshop heeft denk ik eigenlijk mijn verwachtingen overtroffen. Want je las wel ergens van, dit wordt de leukste workshop van je leven. En ik hoor ook wel positieve verhalen. Maar dan denk ik toch altijd van, ja leuk, maar moeten we maar even zien, weet je wel. Soms valt het dan juist tegen. Maar nee, het was echt een aanrader. Ik heb enorm genoten. Op een schaal van 1 tot 10 geef ik het een 11.